Ja, bocht om. Ja, gaan we de bocht om. Ja, gaan we de bocht om. In het MCA is in een seis van deze labyrinthfietsen en patiënten maakt je er graag gebruik van. Ik zit hier nu op een fiets en alle dagen zijn een eindje, maar het ene moment dan 16 Boston en het andere moment dan fietst op een heide van Ede, Drunen, weet ik veel wat werken. Kost ik op plakken bijvoorbeeld, ik neem wat Bergen op Zoom zit erin. Ja, des te oors nooit komst. Dat ze, hé, nou dat is ik wel leuk hier daar. Ja, en dat motiveert om alle dagen weer eventjes op zijn fiets te stappen. De fietsen zijn een initiatief van de vrienden van MCL. Het ziekenhuis is blij met de fietsen, want beweging is belangrijk voor het herstel van de patiënten. Elke dag dat een patiënt in bed ligt, gaat er ongeveer 4-5% van kracht en conditie weg. En we weten dat bij ouderen gaat dat nog wel veel sneller. En we weten ook dat weer het opbouwen van die kracht en die conditie, dat kost veel meer tijd dan dat het zeg maar weg hebt. Dus patiënten moeten in beweging blijven, want het is een essentieel onderdeel van hun herstel. Ik ga nou de gele. Gele, oké. Ga nou recht door. Nou, gaan we de single? Nou de single op. Ja. Als het ook zitten bloost. En in hoekje lezingbureaus, dat kost om net verder. Ik weet wel, Safië, dat ik alle dagen kan met haar in van huis uit aan. En dan fiets ik even door Kemzet, Arem, Achelem, Hitsem en zo weer in haar staan. En dan alle dagen weer, want dan hoort die conditie wat op pijl. Het MCL hoopt uiteindelijk dat de fietsen op zo volle mogelijke afdelings komen te stingen.